Dit is de Hyperloop. Het lijkt op een soort magneettrein. Doordat de capsule geen tegenwind heeft in de buis, kan de Hyperloop een topsnelheid halen van wel 1200 km per uur. Na maandenlang werken is het de Delftse studenten gelukt om een ontwerp om te zetten in een prototype. Lang uitgekeken naar deze dag? Ja, zeker. We zijn sinds september al bezig met het bouwen van deze Hyperloop eigenlijk. En naarmate we verder in het proces kwamen, zijn we toch zelf ook heel benieuwd hoe die uiteindelijk, of die gaat lukken zoals we hebben ontworpen. En dus vandaag is echt de dag dat we laten zien aan de wereld van ja, het is gelukt. We hebben een prototype gebouwd. I have a name for it, which is called the Hyperloop. De Hyperloop is een idee van de Amerikaanse uitvinder Elon Musk, die ook al de populaire auto Tesla ontwikkelde. De miljardair organiseert eerder dit jaar een ontwerpwedstrijd. Het ontwerp van de TU wordt nipt tweede. Ondanks dat de Delftenaren niet hebben gewonnen, hebben ze toch indruk gemaakt op Musk. Nou, we hebben hem even gezien toen we in Texas waren, voor de halve finale eigenlijk. Toen heeft Tim, dat is onze teamcaptain, hem ook persoonlijk even gesproken. Een korte discussie met hem gehad over wat uiteindelijk de implementatie van de Hyperloop zou moeten zijn. Dus we hebben hem kort gesproken. Hij kent de studenten uit Delft. Ja, absoluut. We hebben gisteren zelfs een like van hem gehad op een van onze tweets. Dus dat zit wel goed. Minister Kamp van Economische Zaken is trots op de Delftse studenten. Maar dit zijn echt hele enthousiaste jongens die ideeën hebben, die in staat zijn om die ideeën te ontwikkelen en ze ook weten te verkopen. Ik hou van deze studenten. In augustus reizen de studenten naar Californië om bij Elon Musk de capsule in het echt te testen. Zou u graag een ritje in de Hyperloop willen maken? Het duurt mogelijk zeker nog wel 15 jaar voordat er in de Hyperloop gereisd kan worden.